Hey hey! In de vorige video liet ik jullie mijn 8 top cadeautips van dit jaar zien voor vrouwen. En vandaag doe ik hetzelfde voor de mannen. Ik heb net zoals bij de vrouwen en net zoals elk jaar eigenlijk er weer voor gekozen om verschillende prijskategorieën te hebben en verschillende interesses van mensen en leeftijden. Dus je vindt hier voor iedereen wel iets. Als je meer info wilt over alle productjes, check dan zeker de blogpost even die bij deze video hoort. Daar heb ik alles meer uitgeschreven, links gezet en echt specifiek alle prijzen. Dus als je daar interesse voor hebt, check dat zeker eventjes. Het eerste cadeautje is mega budgetvriendelijk en eigenlijk ook een beetje als een grapje bedoeld. Het is een kerstboxer. Oh, echt super grappig. Ik vond deze bij Action en ik dacht, oh my god, die moet ik gewoon meenemen. Ik ben wel in voor van die praktische cadeaus waar je ook echt iets mee kan. Dus ja, ik bedoel, een man kan het ook echt dragen of in slapen of zo op kerstnacht. Duh. Dus ik heb deze gevonden bij Action. Er staat overal Merry Merry Christmas. En ingepakt met een rode strik. Echt super leuk. En dit is echt zo'n ideaal cadeautje als je lotjes trekt of zo. En ja, het mag allemaal niet te duur zijn. Dan is dit gewoon een leuk grapje dat ook echt nog wel kan gebruikt worden. Dus dat is nummer 1. Bij de vrouwen had ik het al over HEMA en ook voor de mannen heb ik er niet aan kunnen ontsnappen. Ik heb er een leuk cadeautje gevonden. Ik ga eventjes het plastic eraf halen, anders gaan jullie erdoor verblinden. Eigenlijk mega budgetvriendelijk ook weer en ja, echt gewoon een leuk praktisch cadeau ook. Iets dat je misschien niet meteen zou bedenken. Het is namelijk een geldclip voor mannen, ja, of voor vrouwen, ik bedoel, maar ik vind het meer voor mannen gericht. Het is een superleuke gouden geldclip waarop staat Keep It Together. En ik weet zeker dat mijn vriend zoiets echt zou gebruiken bij het uitgaan bijvoorbeeld. Dat hij dan niet zijn hele dikke portemonnee mee moet nemen. Het is eigenlijk heel licht en heel simpel. En je kan er dan geld tussen stoppen of briefjes dan. En je kaarten of weet ik veel wat je allemaal nodig hebt. En het zo in je broekzak steken. Echt zo vintage, maar dan weer in een modern jasje gestoken. Echt super leuk. En ook gewoon, ja, kunnen we het even hebben over die verpakking. Het ziet er toch gewoon echt zo leuk uit. Ja. Zeker een toppertje van dit jaar. Ook op nummer 3 staat weer zo'n praktisch slash grappig cadeautje. Ook weer van de website Cool Gifts. Het is eigenlijk een bokszak voor mond. Nee, een waszak voor mond in een bokszak. Laat ik even het achtergrondverhaal hierbij vertellen. Mijn vriend woont zo goed als hier, maar zijn was ging eigenlijk toch nog altijd mee naar zijn thuis. Waardoor dat zijn was dus bij ons niet thuis in de wasmand ging en het gewoon overal in hoopjes in mijn kamer terecht kwam. En omdat hij, let's keep it real, te lui was om een plastic zak te nemen en daar alles in te steken, ja, zat ik gewoon altijd met rommel. En dit heeft gewoon echt mijn redding gebracht. Je kan hem gewoon ophangen met een haak in de kledingkast. Hij hangt ook in zijn stuk van de kledingkast gewoon aan de kledingstok, roede, hoe heet zoiets. En elke keer als hij vuile was heeft, steekt hij het erin, as you do, met een wasmand. Ik vind dit eigenlijk een superleuk cadeau voor bijvoorbeeld een sportieveling of een boksfanaat specifiek. Of gewoon voor een kotstudent die dan nog naar de wasseret moet of echt gewoon veel was heeft en die gemakkelijk mee naar huis wilt nemen. Je kan hem gewoon zoals op het plaatje over je schouder gooien en naar de wasseret gaan. Of naar beneden, of wherever dat de wasmachine staat. Echt gewoon superleuk en mannelijk en het motiveert om de was op te ruimen. Dus een lekker praktisch, maar tof cadeau. Het volgende cadeautje, of cadeautjes als ik eerder moet zeggen, is meer gericht op de iets oudere man. Dus bijvoorbeeld je vader, je oom, je opa zelfs. Het zijn eigenlijk leuke cadeautjes van het merk Old Guys Rule. In de USA en de UK zijn deze echt al mega groot en is het echt gewoon stoer om als oudere man daarmee rond te lopen. Het zijn ook echt heel leuke producten en aangezien ik er niet echt één kon kiezen, laat ik jullie gewoon een beetje een selectie zien van wat er te krijgen valt. Dan hebben jullie ook een idee, aangezien dat het nog niet echt heel bekend is hier. Ik begin gelijk met mijn favoriet, namelijk de Old Guys Rule Vintage Goods heupfles. Echt super leuk en het is eigenlijk veel lichter dan je zou denken. Een leuk heupflesje met een leren, ja, leren look. Ik denk nu niet dat het echt leer is, maar het is echt gewoon een super coole leren look. Al om eens moed in te drinken. Je kan hem gemakkelijk zo open doen. Echt gewoon, ja, echt zoals die olden days. Je merkt ook wel echt dat dat allemaal terugkomt. Zo vintage dingen zijn weer echt helemaal hip. Dat is wel echt leuk. Deze was mijn favoriet van alles. Maar ze hebben ook toffe petten. Leuke t-shirts. Dit is nu een voorbeeld met een cassettenband afspeler erop. En dan staat erop Made in the 80s. Omdat natuurlijk mensen aan wie dat je dat dit geeft
hun tienerjaren beleefden in de 80s. Dus het gaat er eigenlijk allemaal om dat het cool is om ouder te zijn. En ik vind dat echt, mijn vader zou hier echt super blij mee zijn. Laatste heb ik hier ook nog een tof voorbeeld voor jullie. Ook eventjes de verpakking laten zien. Allemaal super leuke verpakking en niet onbelangrijk vierkant, dus gemakkelijk in te pakken. Ik kan aan de zijkant schrijven to en from. En het laatste voorbeeld dat ik had, heeft ook weer met drinken te maken, merk ik nu. Is echt gewoon een super cool bierglas voor een oudere man die van bier houdt. Maar je hebt ook echt koffiemokken, thermossen, je hebt echt een heleboel. En het leuke hieraan vond ik, staat er zo contents, one full body. Omdat er natuurlijk obviously zoveel bier in gaat. De Old Guys Rule producten zijn in België en in Nederland niet zo heel gemakkelijk te verkrijgen. Maar je kan ze online bestellen en in een aantal verkooppunten in Nederland specifiek. In België zijn ze in de winkel nog niet te verkrijgen. Dus het is echt nog wel heel nieuw hier. Dat is wel leuk. Meer info over het bestellen van deze producten kan je in de blogpost ook weer terugvinden. Nummer 5 vind ik zelf ook wel heel leuk en heb ik zelf nog nooit echt gezien hier in België. Namelijk Bacon Balm. Ik heb deze zelf van mijn vriend besteld. Gewoon als klein extraatje. Echt super leuk. Ik heb hem besteld op eBay. En het is een lippenbalsem die de smaak heeft van bacon. Hij is tegenwoordig helemaal zot van bacon en meat en vlees en barbecue en al die dingen. Dus ik vond het wel tof om dit erbij te doen. Het was echt niet duur. Ik denk dat ik er 5 euro voor betaald heb. Inclusief shipment. En ik kwam die helemaal uit Amerika. Voor zoiets klein hoef je geen douanekosten te betalen. Dus dat is echt wel de moeite om te doen. Echt super leuk. En ja, gewoon super origineel. Je hebt er ook al heel veel met Skittles en al die dingen. Maar deze had ik specifiek nog nooit gezien. Dus dat vond ik wel een leuke tip voor dit jaar. Voor mannen toch wel specifiek. Voor het volgende cadeautje heb ik ook weer gedacht aan de reisfanaten onder ons. Aangezien ik toch vind dat die in elke video, ja, erbij moet zijn. En het verhaal zit eigenlijk een beetje voor mij persoonlijk hierachter. We kwamen er een keertje van een vliegtuig af, ik weet zelfs niet meer waar of wanneer, al een hele tijd geleden. Er liep een meisje voor mij met een leuke trolley en ze had er allemaal stickers opgeplakt van bestemmingen waar ze was geweest. Maar echt leuke stickers, van die coole, toffe stickers waaraan je goed kon zien dat dat die bestemming was. En ik dacht, oh, dat is zo tof. En vorige week zat ik laatst een beetje te snuisteren door de gadgetafdeling van AS Adventure. En raadst of niet, ze hadden daar die stickers. Echt superleuk. Ik heb hem ingedeeld bij de mannen, maar dat is natuurlijk ook gewoon unisex. Maar ik moest hem ergens indelen, zoals jullie wel kunnen begrijpen. Echt superleuk. Het is echt gewoon een koffertje dat je krijgt. En daar zitten alle stickers in. Dus het zijn eigenlijk echt wel een heleboel stickers. Ik zal er een aantal laten zien. Je krijgt bijvoorbeeld Japan. Het zijn ook echt leuke stickers. Van die, ja, ook weer een beetje, ik ga het woord niet in de mond nemen, maar toch wel vintage stickers. Je hebt Japan, je hebt Mexico. Je hebt ook een label, dus waar je al je gegevens op kan zetten. Mount Rushmore, Athene. Wacht hoor, even nog een aantal leuke eruit halen. New York, Italië, Roma, even kijken naar Hongkong zit erbij. Het zijn er echt een heleboel en je voelt wel dat het echt dikke stickers zijn. Ik bedoel, dat is wel belangrijk op een koffer, aangezien het daar toch niet echt heel zacht mee wordt omgegaan. Dus het zijn dikke, stevige stickers. Ja, echt, je voelt dat het dik materiaal is. Dus ik denk wel dat die, ja, goed gaan blijven op een koffer. Dit vond ik wel echt een heel tof cadeau voor een medium budget. Heel leuk. Zoals ik daarnet al vertelde, is mijn vriend tegenwoordig helemaal into vlees bakken en manieren zoeken hoe dat je dat lekkerder kan maken. Marinades zoeken en van die rubs met kruiden en zo. En ik dacht, van deze situatie moet ik gebruik maken om hem zijn allereerste kookboek cadeau te doen. Echt een superleuk kookboek. Ik had hem oorspronkelijk gezien in de Urban Outfitters, want daar hebben ze altijd wel heel leuke boeken. Maar ik heb hem daarna besteld op Bol, omdat hij daar toch iets goedkoper was. Het is eigenlijk een kookboek specifiek voor hamburgers. Maar je hebt het ook voor sandwiches, dus echt met brood. En het leuke eraan is eigenlijk als je hem open doet, heb je... Het heet Build Your Own Burger trouwens. Je hebt vier delen. Dus het boek is verdeeld in verschillende stukken. En je kan dan bijvoorbeeld kiezen, oké, dit broodje wil ik. En dan staat er hier een heel recept voor. En dan heb je je topping. Die kan je dan ook kiezen. Dus ik doe nu maar iets. Staat er hier rucola met bell peppers. Dus met
met paprika's. Wow. Het vlees, dat wordt dan Chipotle Beef Burger. Ook weer met het hele recept. En qua saus, beet mayo. En op die manier heb je dan heel je burger samengesteld. Het boek is in het Engels. En ik denk ook niet dat die vertaald te verkrijgen is. Maar het is echt niet... Het is geen moeilijke taal. Het is gemakkelijk. Alles is wel in Europese maateenheden gezet. Dus het is geen Fahrenheit, maar het is Celsius. En met al die dingen, dus tablespoons en zo, ja, dat kan je hier tegenwoordig ook gemakkelijk vinden. Dus het is allemaal wel gemakkelijk te begrijpen. En aan de achterkant heb je dus basisrecepten voor het klassieke burger, het klassieke broodje. Dus je hebt allemaal basisrecepten en aan de hand daarvan kan je eigenlijk oneindig veel burgers zelf samenstellen. Ik bedoel, ja, de keuzes zijn echt gewoon oneindig, hè. Je kan gewoon blijven variëren. En ik vond het juist leuk omdat het echt wel een beetje een interactief boek is. Wauw, het is... Praat erover als het een kinderboek is. Maar ik vond het zelf wel echt een heel leuk boek. En voor iemand die van hamburgers houdt of van sandwiches, is dit echt wel een aanrader. En dan heb ik net zoals bij de vrouwen het beste voor het laatste bewaard. Ik vind het wel leuk als we het een beetje opbouwen. En het was eigenlijk de bedoeling dat dit het grote cadeau van dit jaar ging worden voor mijn vriend. Het is wel de bedoeling. Meer leg ik daar straks over uit. Maar het is voor ons eigenlijk... Ja, we hebben een beetje plannen om binnen nu en een jaar toch samen te gaan wonen. En voor van die gekke gadgets als dit is er dan geen... Ja, er zal dan geen budget voor meer zijn. Aangezien we toch wel van plan zijn iets te gaan kopen. Maar dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. En aangezien dat wij samen helemaal zot zijn van popcorn, dacht ik, yes, dat wordt het cadeau van dit jaar. Ik heb hem een vintage popcornmachine besteld. Ik heb hem besteld bij Weekamp, omdat ik had echt nog wel veel gezocht op Amazon en zo en op eBay. Maar bij Weekamp hadden ze dus eigenlijk als enige een vintage uitziende. Dus je hebt dan echt... vintage look, uitziende popcornmachine met een, voor een degelijke prijs, zal ik maar zeggen, degelijke prijskwaliteit. Bij Amazon vond je er ook heel veel, maar dan betaal je gewoon echt blauw aan verzendkosten en dat vond ik dan weer het niet waard. Maar dus ja, het is echt met zo'n deurtje, alsof je in de bioscoop bent, echt super leuk. En dan pop je zeg maar daar de popcorn in en dat komt er dan zo uitgeploept, zeg maar. Ja. Het is popcorn. Maar ja, waarom is het dus eigenlijk misgelopen? Wel, ik had eigenlijk verwacht dat de Weekamp deze wel zou gaan inpakken. Dus nog eens een doos hier omheen. Dat hebben ze niet gedaan. Waardoor de doos tijdens het verzenden toch ook wel op verschillende plaatsen beschadigd is. Het apparaat is daardoor gelukkig niet beschadigd. Maar dat betekende wel dat hij zo open en bloot voor mijn deur stond terwijl ik niet thuis was. Ik bestel deze dingen vaak al op voorhand rekening houdend met de giftguide, vandaar ik ze zo vroeg bestel. En mijn vriend mag deze video dan ook niet kijken. Maar mijn vriend kwam voor mij thuis en ik was dus niet thuis. En hij heeft zijn eigen kerstcadeau op de stoep gevonden. Dus mijn tip daarvoor, als je bij Weekamp iets... Denk misschien dat ze dat enkel bij van die grotere dingen doen. Als je daar iets groots bestelt, hou daar rekening mee dat eventueel de persoon aan wie het gaat geven het zo kan vinden. En dat is natuurlijk de fun van kerst, dat het een beetje verrassing en spanning en zo is. Maar deze vind ik voor dit jaar wel echt super cool. Echt, ja, echt gewoon... Zo, en dat waren dan mijn giftguides voor dit jaar. Ik hoop dat ik jullie dit jaar toch genoeg inspiratie heb kunnen geven voor jezelf of om cadeau te doen aan iemand anders. En ja, dat is gewoon het leuke aan de kerstperiode, die spanning. Dat vind ik altijd het leukste. Cadeautjes voor iemand gaan kopen en dan een reactie kijken als ze het open doen. Ik vind cadeaus krijgen heel leuk, maar ik vind geven net zo leuk. Ik zal het zo zeggen. Ik hoop dat jullie deze video tof vonden. Doe zeker een thumbs up als dat zo was. En als jullie dit jaar nog meer kerstvideo's willen zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!